Het zijn barre tijden. We vervelen ons kapot in huis. En dit is het YouTube kanaal Jo verveelt nog nooit. Dus hier zijn 50 anti-verveel tips van mij. Dexi! Kut, dit was zo slecht. Niet als in dat we schelden, maar als in... Ja, oké. Overnieuw. Het zijn barre tijden. We vervelen ons kapot in huis. En hier het YouTube-kanaal Jo verveelt zich nooit. Dus kijk deze 50 anti-verveeltips van mij. En dan verveel je niet meer. Pauw, wauw, wauw. The number you have dialed has been changed. We beginnen nu. Procreate, de iPad. Lezen. Ik heb 3 boeken gekozen. En daar kan ik dan zeg maar in deze 3 weken mee lezen. Klokhuis kijken of ja, schooltv. Dat zijn leerzame dingen. Maar ook leuk. Dat is op NL Ziet. Of gewoon op normaal tv. Dus die zijn leuk. Een dagplanning maken. Schetsen oefenen. Oftewel tekenen. Helpen koken. Samen spelen met Jax. Of oppassen op Jax. Ja, dus eigenlijk op je broertje oppassen. Kamer opruimen. Of ja, als je kamer al heel schoon is, ordenen dan. Dagboek schrijven over deze 3 weken thuis. Dat doe ik ook. Video of TikTok maken. Zo. Nou maar... Kom eraan. Ik zet hem in mijn concepten. Koekjes bakken met wat je in huis hebt. Dansen met de Fitness Marshall of een andere YouTube dansles. De tuin in, maar eerst die opruimen. Onze tuin is heel rommelig. Yep, you don't wanna know. Dexi uitlaten, knutselen, dansje bedenken of een bucketlist maken. Maak een Pinterest board, bijvoorbeeld met eten, haar, wat je leuk vindt en zo. Tel je geld. Maak leuke setjes op JOOL. Ja, het is een afkorting. Het is eigenlijk United Wardrobe. Kleur of vlechtje haar. Ik heb nu roze haar. Ruim je kledingkast op. Kijk wat weg kan. Geef je kamer een makeover. Dus dat je het helemaal anders inricht en zo. En misschien vind je dat wel veel leuker dan. Skype met vrienden en familie. Maak een e-mail voor een vriendin of voor opa en oma of zo. Of wie jij wilt. Meng douchegel tot een heerlijk zeepje. Ga gitaar spelen of zoek een ander instrument wat je in huis hebt. Ga al je speelgoed in je kamer bekijken en kijk wat je nog wilt houden en wat weg kan. Start je eigen podcast. Kan hem gewoon opnemen met je telefoon. Dus maak een movie to watch list. Welke films je nog ooit wil zien. Maak een YouTubers top 10. Bel een vriendin. Vraag wat ze doet. En jij kan hetzelfde gaan doen. Prank je ouders. Bedenk een theaterstukje. En verkleed je. Verstop jezelf in huis en kijk hoe lang je ouders je missen. Verras je ouders om in de ochtend al het eten en zo klaar te zetten. Doe allemaal kleding aan van je moeder en kijk of je allemaal leuke setjes kan maken. Maak staartjes bij je broertje, moeder, zusje, vader. Bedenk zelf een spel. Maak een Draw My Life over je leven. Zet spullen voor heel veel geld op Marktplaats, wie weet. Luister een luisterboek. Schrijf je eigen verhaal. Pimp een kledingstuk. Lees je oude vriendinnenboekjes. Maak een fotocollage of een ander onderwerp in Canva, dat is een website of een app. Wees 24 uur een jongen, dus bijvoorbeeld alleen maar gamen. Speel pim-pam-pet in je eentje. Speel patience, denk ik. Dat is een spel voor in je eentje. Maak je eigen anti-verveellijst op Instagram, TikTok en deel hem. Nou, vonden jullie dit nou leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. Abonneer je beneden. En dan zeg ik, ja, tot de volgende keer. En hopelijk vervelen jullie je niet meer.